Ik ben Paul Groot en ik speel Robert Long in Robert Long. Ik ben Jeremy Baker en ik speel de rol van Leen Jongewaard. Wij komen meestal om 6:15 in het theater aan. Dan gaan we eerst even eten. Dat doen we snel eigenlijk. Hopen dat er geen file is geweest, want dan kom je echt in de situatie dat je met je bordje in de kleedkamer belandt. Robert Long was iemand die echt totaal anders was dan ik. Hij was veel extraverter, bozer, eerlijker. En Robert Long flapte alles eruit. Die was helemaal eerlijk over wat hem bewoog, wat hij vond. Kon daarin heel brutaal zijn en ik ben iets gereserveerder. Leen was een acteur. Was een heel getalenteerde man, maar een heel lastige man ook. Heel driftig, driftige man, een bevlogen mens. Ik herken de drift van Leen wel, dat heb ik ook wel. Dat ik me ontzettend kan opwinden over wat ik dan getrut noem. Of mensen die het werk maar half doen of niet goed. Of er met de pet naar gooien en denken dat anderen het oplossen. Daar kan ik niet zo goed tegen. Voor mij is het altijd heel leuk om een rol te spelen die anders is dan mijn eigen karakter. Het zet een deur bij mij open. Ik vind het heel lekker om die vrijheid te voelen. Met Paul zijn we elke avond. Elke avond is anders. Ja, ik zou niet zeggen dat ik Paul op het verkeerde been wil zetten, maar ik wil hem wel altijd een beetje uit balans tikken per se. En dan denk ik, nee, vanavond doe ik hem niet zo, vanavond doe ik hem zo. En dan reageert hij erop en andersom ook. Dus het blijft wel vers elke avond, wel fris. En dat vind ik het leuke van spelen, van in theater staan. Make-up en de pruik helpt mij enorm om erop te vertrouwen dat ik er genoeg uitzie als Robert Long. Mijn gezicht lijkt niet op Robert Long. Hij had diepere oogkassen. Zijn wenkbrauwen waren zwaarder. Ze zaten ook lager in zijn gezicht. Leen was een hele blonde, lichte huid. Lichte huid heb ik zelf ook wel, maar ik ben donker en donkere ogen. Dus ik doe eigenlijk een hele neutrale, lichte make-up. Ik ben mijn wenkbrauwen ook blonder gaan maken. Die poeder ik ook nog zelfs, dat het dan zijn die haartjes echt wit. En verder is het heel basic. We houden eigenlijk gewoon mijn eigen wenkbrauwlijn aan en maken mijn oogkassen dan dieper. Dan lijkt dat nog steeds niet helemaal op Robert Long, maar met de snor en met het kapsel erbij en hopelijk met de stem is de illusie wel dusdanig dat mensen uiteindelijk toch Robert Long op het podium zien staan. Ik had nog nooit zelf mijn pruiken geplakt, dus dat was een hele ervaring. En dat, ik zal niet zeggen dat ik het kan, maar ik probeer het elke avond. En er zit gelukkig een lange lok, dus daar kan ik heel veel mee verdoezelen wat dan, waar de vouwen zitten, zeg maar. En dat valt niet op, hopelijk. Ik ben wel iemand die voor aanvang rust wil. En ik wil er een kopje thee bij. Een gembersnoepje, goed voor de stem. Ja, Jeremy en ik kennen elkaar eigenlijk al 25 jaar, toen hij nog op de kleinkunst zat en ik bij theaterwetenschap vandaan kwam. En nu met Koevenoen werken we natuurlijk ook al een eeuwigheid samen. Dus ik weet wat ik in huis heb. Ik weet dat hij ontzettend veel kan. Toen Albert mij 1,5 jaar geleden of zo vroeg om deze rol te gaan spelen, toen zei ik ook meteen, dan moet Jeremy Leen gaan spelen. En Jeremy heeft, net als Leen, een heel specifiek stemgeluid. Een heel bijzonder stemgeluid dat bijna niemand heeft. Dus je hebt zo'n acteur nodig die dat al te bieden heeft. Dat kun je bijna niet maken, dat geluid. Dus dat maakt hem uniek. En we kunnen met elkaar lezen en schrijven. Ik weet wat ik aan hem heb en hij wat hij aan mij heeft. Ja, hoe leuk is het dat je inmiddels een hitmusical staat met een goede vriend. En het is leuk om te doen. Leuker wordt het niet, denk ik. Nou, ik heb met mijn zangleraar wel echt gewerkt aan klank. Dus als ik dat geluid met die goede articulatie inzet, terwijl de gitarist
kalverliefde inzet. Daar klinkt het soms heel raak en goed. Dat nummer komt lekker uit de verf. Ik vind Paul echt geknipt voor deze rol, omdat hij A is die heel erg precies en heel erg leest zich ontzettend goed in, bereidt zich heel erg goed voor. En dat is heel fijn dat je denkt, die zit goed in zijn materie, daar hoef je nooit naar om te kijken wat dat betreft. Plus daarbij, hij heeft zich ook vocaal heel goed voorbereid, het klinkt prachtig, het is Robert Long geworden, dus dat is heel, ik zou niet weten wie het anders had moeten doen.